zijn bij de heer Theo Bakker. Theo Bakker. Jachtstraat 29, we wonen hier al 40 jaar. Was allemaal verkaveld gebied en allemaal slootjes en open. En ik ben hier geboren op Aanvorm aan de Jaagweg. En we zijn hier gekomen dat ik 10 jaar was. En als jochie speelde ik hier vlak achter de schuur met een roeischuitje. En dat was Kalkrijn aan baggeren en er waren diepe sloten. En dan diepe sloten, daar gingen we zwemmen met een heel koppel. Jongens van Groteman en de buren. En dat was prachtig mooi. Ik ben 5 jaar, van mijn 15e tot mijn 21e jaar ben ik aan het werk geweest bij Bruno de Jong. En met mijn vader Simon de Jong. En die had een zoon, die heette Bruno de Jong. En daar heb ik 5 jaar gewerkt. En met mijn 21e jaar ben ik met 750 euro, ik heb dat papiertje heb ik nog gulden. Gulden heb ik geleend van hem tegen 4% rente en zo ben ik begonnen. Mijn moeder kwam uit de Rijp en mijn vader kwam uit Harenkaspel. Mijn vader is geboren in Harenkaspel. En mijn vader heeft altijd op de vroege groenteboer geweest naar de Wormer met een bakfiets. Ik had familie van mijn moeders kant, die werkte bij Cacao Wessane. En toen in de oorlog duwde mijn vader onder in het luikjes allemaal cacao. En dat wist hij hier duur te verkopen. Zo is mijn vader overleefd met een gezin met 12 kinderen. Maar nog geen bloembollen? Nee. We begonnen dat eerst met aardappelen, wortelen en bieten. Dat begonnen we. En aardappelen, ik bouwde toen die tijd alles met los, alles in het los. En toen kon ik een schuur huren van Smal, van Piet Smal op oude op de Grosthuizen 119. En zo daar ben we een beetje begonnen. En toen ben we uitgebreid met tulpen, eerst met mijn broer John, of eerst Ab en toen John. En toen later wat met mijn vader. En ook wortelen en bieten en kool, alles met een schuit. En daarna ging ik naar de 20 hectare, toen ben ik hier terecht gekomen. Hier heb ik een foto van 1972, die schuur stond 1 jaar. En die werd door een dikke storm op. Nou, hoe was het? Januari was het. Kijk of ik dat in beeld kan krijgen. Staat er achterop. Oh, wat staat er achterop? Deze van 4 juni 75, dat klopt niet. Toen is het zo gemaakt. Nee, maar 14 januari en die was gebouwd van Tempex. En het vloog tot de kerk dan toe hier al. Want die schuur die daar staat, die stond er nog niet. Punt. Toen was dit drama gebeurd, hebben we weer een nieuwe schuur gestaan. En na, hoeveel jaar? 2 jaar daarna? 2 jaar daarna. Ja. 2 jaar daarna, hier mijn broers arm eraf. Dat was nog veel erger. Maar die heb ik zelf gered van zijn leven. Want ik heb mijn auto gepakt, ik heb hem naar het ziekenhuis gebracht. En hij werd op het nippertje op mijn vader en moeder erbij. En later kwam de politie en zei, meneer, u had die man niet mogen vervoeren. Ik zei, jullie worden bedankt. Je worden gebevrouwd. Ja, echt serieus. We hebben nooit, tot ons heel leven lang nooit wat gehad. En in een schermer raakte ik met de trekker te water kopje onder. En denk, nou dan ga ik naar de auto. En ik bleef. Jan sprong als zwarte water. En ik leef nog. Ja. Over kop te water. Met de trekker. Voor de rest heb ik hard gewerkt. Van s'morgen 6 uur tot s'avonds 10 uur. En na 10 uur zouden we nog een kraat bier op ons leven lang halen. En we leven nog. Ja. Jan was voor transport. Met 1 arm alles. Nou, dat kan ook. Kocht een splinternieuwe trekker en een grote zeilenwagen. En Jan reed de hele dag heen en weer. En de wortelen en bieten maakten plaats voor de tulpenbroei. Want de bieten waren niks meer waard, de wortelen alles niks waard. Toen ben we begonnen te broeien. En dat hebben we dan, denk ik, van 82, 83, denk ik, nee. Kijk, wat, de 89, denk ik of zo. En toen ben we begonnen te broeien. Nou, dat ging ook prima. Ik liep 30 kilometer per dag achter een holder. Achter een holder? Ja, nou ben ik een leek. Je hebt het over broeien en een holder, maar het zegt mij niks. Hier is mijn holder. Ik ben gek van mijn holder, ik heb hem nog. Tweewielig trekkertje. Ik had een aardappelroermachine achter, een aardappelroermachine en een ploeg en frezen. Ik deed er alles mee. Ja. Aardappel zetten. Plantmachine, aardappelpoten met 2 koopplanten zitten. Ja. Dus het is niet altijd alleen tulpen geweest? Nee. Dat is medisch voor de laatste jaren of zo, dat je van daar is goed geld in te verdienen? Ik ben alweer van mijn 25, van mijn 20, 21. Ik ben 50 jaar ondernemer, alweer 50 jaar, langer al, 50 jaar, ja. Dokter, Sonja Tsitske, en Theo. En mijn Theo. Theo was fietsenmaker, of tenminste bronfietsreparateur.
En de andere die hebben paarden, maar die zijn andere... Zit geen paarden en Sonja heeft boekjes. Kijk, hier ben ik als 16-jarig jochie met 1, 2, 3 grote schuiten. Zie je dat hoe mooi? De foto van en dit ben ik, deze trekker. En dit ben ik in 1958. Hier, kijk. En hier zit, dit ben ik ook hier. Hier zitten met z'n vieren ter aardappelpoten. Hier planten tulpen. Hier ga ik nog een keer met de schuit. En hier zit ook Sjaak Pronk. Hier ook Sjaak Pronk. Theo Lenting, weet ik het. En hier ben ik een nieuw schuur aan het bouwen. Dat is toch grappig? Dus u weet ook... En hier loop ik met de holder. Dan liep ik 30 kilometer. Dat is een honderd. Ja. En dit is een agria. Zie je het zo? Ja, die ken ik wel van mijn schoonvader. Zie je, dit is agria. Sonja is 44, een trekker is 40 jaar oud. Dit boek heb ik 4 weken terug in Kastrik van Overhammen gekregen van Sonja. Dat is prachtig mooi. Maar wist je nog niet dat ik al zat, maar ik ben nog prima, maar... Dat was een prachtige verwarming. Dankjewel, Sonja. Nou, daar mag je trots op zijn, man. Ja. Yes. De zwaluwen. Die was de zwaluwen. Aha, nou moet ik even pannen. Zie je? Nu heb ik ze erop. Ja, oh, nou ben ze weer. Oh, ze zitten er nog. Zie je het? Kijk daar eens op die balk. Ja. Oh, het zit vol. Er zijn allemaal jonkies nou. Hier heb ik mijn aardappel gerooid en mijn geploegd. En mijn bollen gerooid. Alle ploegen. 30 kilometer per dag. 6 dagen in de week en 3 weken, 4 weken achter elkaar. Dat ging fantastisch, ze lopen altijd onverwoestbaar. Hij is 60 jaar oud.